3D-printers, robots en de nieuwste technologieën. Het is allemaal te zien in het nieuwe Verwonderlab van basisschool Stap voor Stap in Elst. Met het Verwonderlab proberen ze de kinderen voor te bereiden en kennis te laten maken met de moderne technologie. Het Wonderlab is vorig jaar tot stand gekomen om leerlingen kennis te laten maken met technologie. Basisschool Stap voor Stap lijkt perfect voor het Wonderlab. Eigenlijk vorig jaar zijn we begonnen met de eerste ideeën. De directeur van deze school, Jana en ik. En wij vonden eigenlijk wel passen bij deze school. Deze school staat onder andere voor vernieuwend onderwijs. Plus het feit dat wij leerlingen heel graag kennis laten maken met technologie. Nou, die twee dingen gecombineerd maakt het eigenlijk dat we hierop uit zijn gekomen. En we hebben bewust voor deze school gekozen ook. Niet alleen omdat ze past bij de school, maar ook omdat ze de ruimte ervoor hebben. En die is natuurlijk wel nodig om zo'n initiatief als dit te kunnen organiseren. De leerlingen leren het Wonderlab om te gaan met techniek. Ook hopen ze dat het geïntegreerd kan worden in de lessen die ze al krijgen op deze basisschool. Ja, ze leren heel veel verschillende dingen. Moet je het eigenlijk splitsen in twee verschillende dingen. Het eerste is het werken met techniek. Maar wat we ook heel belangrijk vinden bij onderwijs, en dat gaan we echt de komende maanden en jaren verder ontwikkelen, want dat is heel moeilijk, om alles wat we hier hebben te integreren in de lessen die leerkrachten al geven. Stel je voor dat ze nu een taallesje hebben met een schrift en een pen. Dat is hartstikke goed, dat moet ook vooral zo blijven, maar het is heel mooi om daar bepaalde techniek soms aan toe te voegen. En dat is onze taak de komende tijd. Ook de directrice van Stap voor Stap vindt dat de school wat kan leren over digitale geletterdheid. Zij hoopt dat het Wonderlab hierbij gaat helpen. Eigenlijk was het een heel leuk idee wat we hebben ontwikkeld ongeveer een jaar geleden met de beleidsmedewerker ICT en ik samen. Omdat we zagen dat vooral Stap voor Stap, maar ook de Stichting Wonderwijs echt nog wel iets kon gebruiken op het gebied van digitale geletterdheid. En als je dan zo'n enthousiast idee hebt, is het ook heel gaaf om dat door te zetten.